Juf Gerda, jullie vieren vandaag een feestje hier op de Wingerd in de Arend. Kun je wel zeggen, hè? Wat voor feestje? Het is feestje van 75 jaar Stichting Educare. En daar zijn wij onderdeel van. Dus ja, feest! En jullie dachten, dat pakken we eens even groots aan. En hoe, op welke manier? Nou, zonnetje erbij, zoals je ziet. Alle kinderen erbij, van de Wingerd en de Arend en Circus Stoffel. Ja, daar valt wel wat mee te beleven, hoor. Ja. En het is gewoon interactief ook, want de leerlingen hebben allemaal een eigen rol hierin, hè? Ja, zeker weten. We zijn vanmorgen begonnen met workshop 1. Daarna kwam de tweede. En we hebben een derde gehad. En in de vierde workshop gingen we een act oefenen. En die gaan we nu straks opvoeren. Maurits, wat heb jij geleerd vandaag? Hoe je moet met balletjes spelen en hoe je in de lucht moet, zeg maar, 3 balletjes in de lucht moet gooien. Is dat ook wat je zo meteen gaat laten zien? Nee. Nee? Wat ga je wel laten zien? Met het doekje, dat we deze zo in de lucht gaan gooien en dan moeten we hem weer op een andere manier gaan we weer pakken. Wesley, ga jij hetzelfde doen als Maurits of wat anders? Stokjes, met die grind in. En stokjes moet je zo kraaien. Dat klinkt best moeilijk. Is dat ook moeilijk? Nee. Nee. Kon jij dat heel snel? Een beetje. Ja. Dus je hebt wel goed kunnen oefenen nog? Ja. Louise, vertel eens even, wat heb jij geleerd? Ik heb een nieuwe truc geleerd en hij heet de Drakenzinger. Het is gewoon dat ik een paar keer een kruisje maak met de poys. En op het einde gaan ze toch door elkaar heen. Dus dan gooi ik ze in de lucht, alsof dat erbij hoort. En was het een beetje moeilijk of was het makkelijk te leren? Nou, eigenlijk ging het per ongeluk. Ik wou gewoon een paar keer het kruisje maken, maar dat ging niet. En op een gegeven moment had ik een coole move gedaan, maar het leek ook een beetje op een draak. Dus vandaar die naam. Wilma, wat hebben jullie hier precies gedaan op deze school? We hebben vandaag een circusdag georganiseerd voor de Arend en de Wingerd. Alle kinderen hebben workshops gehad, 3 verschillende circusworkshops. En we krijgen zo dadelijk de presentatie van alle klassen te zien. Hebben ze het een beetje goed onder de knie? Ze hebben het fantastisch onder de knie. Ze zijn allemaal ontzettend aan het genieten geweest, enorm aan het spelen en er zitten echt talenten tussen. En wat hebben jullie ze zo al aangeleerd? Jong leren, met ballen, sommigen nog met doekjes. Balanceren op de grote rode bal, maar ook over het koord. Rollerbola's, het kleine fietsje. Acrobatiek niet te vergeten. En dat is bijvoorbeeld piramides bouwen op elkaar. Maar ook customize. Alle kinderen hebben eigen maskers gemaakt. En de versiering die je ziet hebben ze ook allemaal gemaakt.